Zag je net? Welkom in mijn hotelkamer. Welkom in, ik ga het nu laten zien, dit is hem wel, Los Angeles. En we zijn hier voor Borderlands 3, de reveal. En we dachten, als we dan toch zo'n leuk vertripje hebben, dan gaan we eventjes een keertje vloggen. Hebben we lang niet gedaan, dus ik zou ook heel graag willen weten wat jullie ervan vinden. Of we dat weer vaker moeten doen, dat hoor ik heel graag. En blijf even kijken, want we geven ook een hele vette Borderlands goodie weg. Maar allereerst wil ik even de goodies laten zien die we zelf hebben gekregen deze keer. Namelijk dit fucking vette jacket. Hoe vet is deze? De voorkant is zo vet, met één hand is een beetje lastig. Maar de achterkant, check hem dan. Hoe vet is dat? En we hadden nog meer, onder andere dit dingetje zit er ook in. Ook echt heel erg mooi voor de review en een paar posters. Kortom, super vette dag. We gaan Borderlands 3 checken. Mogen een paar uur gamen. We gaan naar de venue. Doet super awesome. Doen. Maar waarom? Altijd veel beter op camera dan ik denk. Ja, is ook zo. Ja. Ik snap ook niet waarom jij niet altijd vlogt eraf. Het is eraf van 9lives.be en Power Limited. Ja. Heb je een stukje al af? We zijn namelijk nog niet eens bij de venue en hij heeft een stukje al bijna af. Over wat? Over de ijskast en wasmachines. Over welke ijskast praat je nu? Over de Sixth Sense van Whirlpool. Ah, van Whirlpool. Ik heb zelf de Samsung Eco Bubbles. Oh, ja. Heeft hij inderdaad wasje dat je dingen kan buiten? Nee, die heeft hij niet. Dat doe je van Mediamarkt, toch? Ja. Oh, wat heerlijk. Op een Borderlands trip in L.A. wordt hier even gereviewd voor Mediamarkt. Ik vind het tof. Hey Jacco. Hey, crossvlog. Zeker, leuk. Crossvlog? Dit is een crossvlog. Oh fuck, het zijn allemaal nieuwe termen. Ik ging volgen aan elkaar. Nee, maar we verstaan jou toch niet. Dus dat maakt niet uit. Ik word ondertiteld. Jij bent de Vlaming. Weet je hoeveel werk het is om jou in een vlog te hebben? Zullen we straks potje met vet zingen, jongens? Deze venue. Je komt hier naar binnen, je achter me, zie je dat? En dan kom je hier op de venue van Borderlands 3. Hij heeft wel echt hun best gedaan. Ik leid jullie even heel snel rond. Dit is de Xbox Lounge. Zal ik even iets met Xbox hebben? Kijk dan hoe vet die artwork hier is. Dit is een beetje de lounge area. Dit is ook echt heel vet. Super awesome. Kun je lekker een beetje chillen, kun je lekker wat drinken, kun je een hapje eten. Je kent het wel. Hier zijn ze dingen met ijs aan het doen. We hebben berry Captain Crunch. Het is Captain Crunch. Met allemaal, hoe heet het? Ijs en dingetjes. Dit zijn fucking vette statues erop. Heel tof. En hier hebben ze ook nog een hele toffe ruimte met ook weer diezelfde artwork. Die zijn echt heel mooi gedaan. Als je daar ook koffie te krijgen is, dan ga ik straks in de rij staan, denk ik van bakkie. Dat is heel erg tof. Nou, en dan uiteindelijk is het de bedoeling dat we gaan gamen. En ik heb een nummer gekregen, die zie je hier. Nummer 10, blauw 10. Dus ik heb een station blauw 10, dus die moet ik straks daar gaan opzoeken. Dan gaan we gamen. Ontbijtje. Berry Captain Crunch, dat maken ze met dat droogijs. Gooien ze die cornflakes dan in en dat kan je dan eten. Super spiritueel. Nou, lekker. Dan ben ik een vet wel leuke. Super leuke ervaring. Oh wacht, kijk of ook dit kan, let op. Hoe vet is dat? Zag je het? Klaar voor de persconferentie, naast zit Paul van Tweakers. Ja, die heeft een gezichtsaandoening, dus het is wel handig dat hij gezicht kan bedekken. Het is wel fijn, hè? Nice. Thank you guys for joining us here in Hollywood, California. I am pumped! Je kan een masker winnen. Hoe vet is dat? Reageer even hieronder. Maak je kans op dit fucking vette psycho masker. Succes! Eindelijk gaan we aan de slag met Borderlands 3. We mogen 1,5 uur gamen. En kijk waar ik al ben. Gameplay komt ook online, heel snel. Mag je namelijk allemaal capturen. Check dat ook op games.nl heel snel. En natuurlijk de geschreven preview, video preview, alles komt eraan. Nu gamen, het gaat gebeuren. Voor deze team. Met heel veel planeten. Hoe vet is dat? Maar die mammoet? Maar die mammoet, dat is gras. Mag daar op? Zo, we gaan we heen. We gaan naar de mammoeten. Vraagt jou, Peter, wat ben je godsnaam aan het doen? Vragen wij ons ook af. Maar je hebt hier de... In Los Angeles hebben we de Tar Pits. Nou, we hebben natuurlijk gegamed, we hadden vanmiddag vrijdag, we gaan naar de Tar Pits. Maar die kun je kennen. Dat is natuurlijk het leuke koppelingetje wat ik hier even maak. Uit L.A. Noire, daar heb je een missie en dan moet je over de Tar Pits. Nou, dat is hier in Los Angeles en waar we in principe nu $15 voor hebben betaald, is om te kijken naar teer. Nou, en om jullie $15 te besparen, ga ik nou de camera draaien. En dit is dan teer. Het kost maar 12 als je student bent. Het is 12 als je student bent, hoor ik net. Dus je student is maar $12. Maar goed, hier speel je dus de missie in L.A. Noire waar je dus over de Tar Pits moet. En is het? Nee, het is leuk om te zien. Het is leuk om te zien. Het is allemaal teer, hè? Ja, het is teer. Nou, wat ze doen met teer is dan... als je zingt in teer als zeg maar middeleeuws beest, als mammoet, dan kon je er niet meer uit. Dus het is perfect behouden zeg maar, in de tijd. Dus we gaan straks het museum in. En hebben ze een mammoet te staan. Die hebben ze dan in dit teer gevonden. Dat is dan wat we nu aan het doen zijn. En nee, het museum is leuk. Dat is het museum. Vet hè? Als je een mammoet erna gebouwd. Vet. Hier hebben ze dus die dingen in teer gezet, zodat je weet hoe zwaar het is als je eruit wil. Maar dat is, of als je weer terug wil, dat is ook al zwaar. Oh nee, het zakt er best wel snel in. En daarom staan hier dus allemaal van die mammoeten, want die zaten dus vroeger vast. Ik ga vanaf in de teer. Tering. Ken je dat? Tering, nice. Tering. Ik wilde een grap maken over het toilet en moeilijk moeten poepen, maar tering is beter. Maar Lennart, Lennart. Vond je ook niet dat die mammoeten een teerzieltje hadden? Really? Nee? Ik heb geen $12 betaald. Kutgrap te horen. Ja, maar dit is de echte mammoet, hè? Kijk, groot. Dit is groot. Luc. Ja. Weet je wat ik trekken heb? Nou? Tiramisu. Dit was wat ze per dag aten, dit gewicht. Ah. Hey. Ik kan weer een toiletgrap maken op sommige dagen. Het zijn veel stomme stoppen. Daarom vindt niemand mijn vlogs leuk. Dus dit is de reden. Omdat het toiletgrappen zijn. Omdat het allemaal vieze gore kutgrappen zijn die niemand leuk vindt, behalve ik. Wat is dit? Nou. Oké, de vraag is de volgende. Je eet bij de Johnny Rockets, wat komt er dan uit? Dit is de Shitty Park Museum, dit. Je bent bij de McDonald's geweest, wat komt eruit? Ik zat net die vlog te editen. Daar, hier zie je het boekje. Dus ik heb helemaal nog een outro vlog. Dus bedankt voor het kijken, super vet. Check ook op games.nl de preview en binnenkort ook de videopreview en alle gameplay van Borderlands 3. De geschreven preview is gelijk online. De videopreview en de gameplay doe ik direct vrijdag in Nederland. En laat even weten wat je van deze vlog vond. Of je net zo genoten hebt van die kutgrap als ik. Want morgen hebben we hier nog een dagje vrij. Dus dan dacht ik, gaan we lekker naar Universal Studios. Misschien moeten we dan ook even vloggen. Dus laat even weten als het leuk lijkt. En onwijs bedankt dat je gekeken hebt naar sinds lange tijd weer een Games.nl vlog. Los Angeles out.